Hey, liefje vriendjes, hoe is het daar? Hier gaat goed hoor. Tenminste, ik doe mijn best, hè? Wat zal er onder het oosje zitten? Wat heeft ons Armeentje opgestuurd? Laten we snel even kijken. Oh, leuk, allemaal zakjes. Het lijkt verdikken wel de Verenigde Naties onder het doosje, joh. Amerikaanse cheddar cheese, pretzel pieces, Russische, weet je die dingen? Zonnebloempitten en Thaise, weet ik niet. Tempura seaweed salted egg spicy flavor. Nou, dat is precies wat ik trek in heb. Was supergezellig zo met z'n drietjes. Lijkt wel een internationale borreltafel. En zo is het. Zullen we maar met de minst gevaarlijke beginnen? En wat kan er nou mis zijn? Zonnebloempitten. Uit Rusland. Nou, bijvoorbeeld dat ze belachelijk groot zijn. Komen die uit Tsjernobyl of zo? Hé, waarom kan er nou nooit een keer iets normaal daar in Rusland? Kijk, het is met zout. Dat hebben ze dan met een zoutvaatje duidelijk gemaakt. Maar ja, wat er verder in zit, dat moet je echt aan Rus gaan vragen. Dat kan ik echt niet vertellen. Maar waarom die dingen nou weer zo hysterisch groot zijn? Kijk. Nu zit het wel een normaal formaatje. Zonnebloempitje in. Belachelijk groot dingetje aan de buitenkant. Als je er dan in kijkt, zit er gewoon een klein zonnebloempitje in. Dat zie je ook vaker bij mannen, hè? Hele grote uiterlijke schijn. En dan blijkt het uiteindelijk iets heel kleins in te zitten. Zonnebloempitjes. Ze donderen wel allemaal uit elkaar, zeg. Het zijn wel gordroge nootjes, zullen we maar eerlijk zeggen. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zulke droge en saaie nootjes meegemaakt. Dus werkelijk geen ene moer aan. Zonnebloempitjes met zout, zo moeilijk is het niet. Maar hoe die Russen dat nou weer voor elkaar hebben gekregen, dat er geen enkele smaak aan zit. En in die nootjes het bijtgevoel geven. Dat ze door Stalin zelf nog uit de zonnebloem zijn getrokken. Ongekend. Nou, dan maar eens even de Amerikaanse pretzel pieces. Kijk, dat is nou leuk, hè? Dat zijn gewoon stukjes pretzel. Hey, dat is een gebroken pretzeltje. Met cheddar cheese. Kijk, die Amerikanen, die maken dan wat. Is gewoon prima te doen, hoor. Hun stukjes gebroken pretzel, een klein beetje peper op, zout en cheddar cheese. En proeven alsof ze gisteren zijn gebakken. Gewoon lekker. Nou, dan eens even kijken wat die Thaise bende nou weer is. Ik word daar toch niet vrolijk van, hoor. Maar goed. Dit zijn dus die dingetjes. Hier, het is dus een blaadje zeewier met tempura. Is het gebakken. En dan in zout ei. Smaak pittig. Het is mij wel even een beetje te veel van het goede. Maar goed. Oh, dat is heel pittig.
brandt. Oh, en nu komt ook dus die ijs maken. Gadverdamme. Kijk, een gekookt ei moet je niet ruiken. Dat stinkt gewoon. Maar je hebt ook wel eens een ei die is dan gekookt. En die smaakt ook nog een keer niet lekker. Dat komt omdat die oud is. Ik heb nu een oude ei-smaak. Op een blaadje zeewier. Met 28 chilipepers. Dat gebeurt nu in mijn mond. Het is verschrikkelijk. Tranen staan in mijn ogen. Maar ik weet nog niet of ik moet huilen of moet kotsen. Want die smaak is ook ongelooflijk smerig. Niet om te hard. Even een slokje water hoor. Niet om te blussen. Dus nu niet allemaal weer gaan mailen van je moet melk gebruiken. Maar eens even om die ongelooflijke poepsmaak uit mijn mond te halen. Van die eierpoera bende. Oh, ik krijg ook helemaal pijn in mijn kop gelijk, joh. Wat zijn dit voor moorddadige koekjes? Mocht je ooit in Azië rondlopen en er komt zo'n mannetje heen toe. Oh, lekker seaweed, salted egg, spice. Moet je gelijk zeggen, hé, oprotten. Geen zin in. Nee, weg. Wil ik niet. Weg. Want dit is niet te bunkeren. En het doet nog pijn ook. Mijn hele mond en mijn keel brand door die bende. En ik kom maar niet van die rotte eiersmaak af. Gadverdamme. Nou, even de cijfers. Want deze jongen, hè, die kan je dus kopen in de toko's in Nederland en zo. En in Thailand. Ik zou zeggen, niet kopen. Of je moet een ongelooflijke liefhebber zijn. Van vieze, smerige eiersmaak. Zeewier, een beetje. En dan ongelooflijke bokhete prikkende pepers. En dan moet je dit wel kopen. Maar ik geloof niet dat die mensen er bestaan. Nou, misschien een paar in Thailand. Maar goed, dat is hun probleem. Deze krijgen wij 2. Niet te doen. Het wordt een beetje flauw, maar Russische producten krijgen bij mij altijd hele lage cijfers. Waarom? Omdat ik toch het gevoel heb dat die Russen zich er een beetje makkelijk afmaken. Die denken, niet zo zin vandaag. In die zonnebloempitten zit dus een heel klein rot zonnebloempitje. Die smaakt hartstikke muf. En er zit ook te weinig zout op. Het is gewoon weer niet dat je denkt van, nou, hè? Ze hebben weer niet hun best gedaan. Misschien is dat het hele probleem van het hele land. Dat mensen niet echt hun best doen. Nou ja, goed. Dan hebben we natuurlijk een winnaar. Ja, dat zijn gewoon de Amerikaanse pretzels met cheddar cheese smaak. Die zijn gewoon lekker knisperig. Goeie smaak. Niks mis mee. Daar zou ze een hele zakje opbunkeren met zo'n paar biertjes. De taalflauwe, niet zeggende, geen moer aan de zonnebloempitten uit Rusland. Krijg van mij een 3. De Amerikaanse pretzels met cheddar cheese smaak en een kleine pittige flavor in je mondje daarna. Maar wel een prettige, dus niet zo smerig als deze. Deze is gewoon lekker. Dus deze krijgt van oom Jan gewoon een 8. Lekker man. Nou, dat was even gezellig en internationaal. Leuk ze met elkaar. Wil je nog met elkaar praten?